Wow, gelijk al vier mensen hier. Yo. Ja, ik zal jullie zo even inviten, geen probleem. Momentje hoor. De update komt vanavond tussen 11 en 12. Ah, mooi, 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 mooi. Timo, ik ga je even invite sturen meteen. En Ryan. Ja, ik eerst ook, dus dat viel wel flink tegen. In ieder geval, ik ga dus. Ik ga Timo even zijn key geven. Zo zien hoor. Ja, Timo, Barata die zal vandaag ook online komen. Ik moet trouwens eventjes de rest van mijn PlayStation vrienden inviten hoor, één moment. Voor de uitzending. Oké. Ik heb je geen fight. Imbro, ik ga je ook even fighten. Als jullie mee willen doen aan de nieuwe giveaway trouwens. Ik ga een Crimson Sentio weggeven. Hier zo. Zo alleen even. Ja, kan ik. Kan ik even doen. Nee, de update is er nog niet uit. Komt vanavond laat pas. Hey, hoezo is Timo nog niet online dan? Nou, we wachten wel even. Dan kunnen we eens wel even traden. Oh ja, ik ben op zoek naar Very Rare Boost trouwens, dus als iemand die heeft. De giveaway is bij 650 abonnees. Dus dat is nu nog volgens mij 34 te gaan. Kijk hoor. Staan nu op 616. Oh, die hoef ik niet. Ik zoek dit soort dingen. Frostbite. Hearts. Ink. Lightning. Allebei de lightnings. Toonsmoke en treasure. Ik laat de items wel even zien. Misschien wel eens makkelijk.
Ik heb ook nog een bult keys, maar die wil ik eigenlijk gebruiken voor na de update, zeg maar, voor de nieuwe crates. Oké. Geen probleem. Ga ik even Timo zijn key geven. Ja, ik start zo een potje op. Ik wil even kijken of er nog iemand rare boosts heeft voor me, want... Ja, weet je, ik ga trade-uppen. Timo. Oh, cool. Thanks. Wie invite me nog net? Oh ja. Een key voor één. Jonge livestream is een goede poging, man. Maar hij heeft de giveaway gewonnen en daarom kreeg hij een key. Dus hij gaf mij die ink gratis. Maar je mag me ook wel gratis ink geven als je wil. Well, sorry. Ja, 11 uur vanavond. Wat wil ik nou doen? Oh ja. PS4 Squad, wat is het, jongens? Zeg het eens. Ja, het is 11 uur. Ja, ik ook. Ik ga vanavond nog wel even een paar potjes spelen, gewoon om die... Die crates te krijgen. En dan ga ik denk ik morgen al die crates openen.
Hoeveel subs heb je? Volgens mij 616. Even mijn channel kijken. 616. Nog 34 te gaan, het worden. Voor de giveaway. Ja, kan je doen, waarom niet? Meestal vinden mensen giveaways best wel leuk. Maar laten we nu eerst maar een potje gaan spelen. Hoewel die update is er toch nog niet. Ik wil best goed een beetje gaan gamen, joh. Ja. Online competitive? Nee joh, er zijn veel te veel mensen. Online competitive kan je met z'n drieën doen, ja. En we kunnen wel een keer samen een potje online competitive gaan doen. Dat heb ik laatst ook al gezegd. Het is best wel een idee. Het is ook een goede promotie voor je kanaal als we het samen doen. Tot 11 uur wachten? Nee joh, ben wel goed. Ik ga niet inhouden, ik ga in ieder geval niet de hele dag gamen, nee. Ik ga nog even een uurtje spelen of zo. En dan straks... Ik ga gehaktballen maken. Hey Crown Master, how you doing man? Ja, we gaan gehaktballen maken voor het Batsu Bob kookkanaal, toch? Hey, Summer. Cool name. Do you pronounce it like Summer? Actually, I can't because I'm in a game. But this is a private match, so you can just join. Go to join private match, and then the name is Bob, and password is also Bob. Updates om 11 uur, Teun. Yep, dus er wordt helaas pas morgen crates openen, denk ik. Trade. Yeah, we could. Well, I actually, this is the first match we're playing, so I'm not gonna trade like right now. Ja, ik ga denk vanavond ook gewoon nog even de stream ook wel aanzetten. Ik zoek gewoon even twee of drie mensen op om één of twee mensen op om competitive mee te spelen. En anders morgenmiddag of zo. Ja, nou als ik vanavond niet online ben, dan spelen we morgenmiddag wel. Ja, oké, natuurlijk, maar je bent op een gegeven moment toch wel gewoon vrij van school uiteindelijk. Nou, ik ben nu met 8 mensen aan het spelen, dus ik ga ze niet allemaal kicken om met jouw competitor te spelen. Sorry man. Hey, GameStop. Alles goed? Oh, dat is maar een paar uurtjes, ja, Teun. Dat is wel goed te doen.
Natuurlijk al die nieuwe crates aan mij doneren. Nee. En vanavond om 11 uur. Tussen 11 en 12. Nee, 11. Niet 7. Oké, dat is vreemd. Ik heb ook net gekeken. Waar heb jij gekeken dan? Want ik keek op de officiële Twitter-account van Rocket League, maar... Misschien dat Rocket League zelf niet weet wanneer ze de update uitbrengen kan. Dat ze de update naar voren hebben gehaald. Dat het blijkbaar makkelijker gaat dan verwacht ofzo. Oké, okay, als jij het zegt. Kijk hoor, Rocket League Twitter. Nou, dit is de officiële Twitter-account van Rocket League, waar ze zeggen dat het 11 p.m. Central Eastern Standard Time. Central European Standard Time, sorry. CEST is de huidige tijd hier in Nederland, onder andere. En 11 p.m. betekent 11 uur 's avonds. Dus ja, het kan zijn dat ik het verkeerd begrijp. Ik zou niet weten hoe, maar... Nou ja, weet je, het is wel logisch, want ja, het is natuurlijk een Amerikaans bedrijf, maar in Amerika is het nu gewoon, nou dat is nu net ochtend, zeg maar. Daarbij, wat maakt het uit? Ik bedoel, een paar uurtjes wachten. Het was hartstikke leuk zo die update, maar ja. Ah, Bob is terug. Oh ja, Bob had net een giveaway gewonnen, toch? Ja. Hey Bob, ben je ook al geabonneerd op mijn YouTube-kanaal? Bij Bobs moeten we elkaar natuurlijk een beetje steunen, hè? update is about... 8 hours away, 8 hours from now. Don't know what your local time is, but it will be 11 o'clock at night, European time. Dat is waar, dat is waar. Ja, cool, cool. Nou, er zijn nog steeds mensen die niet geabonneerd zijn. Ik bedoel, er komen mensen op mijn YouTube kanaal die niet geabonneerd zijn. Dat kan je zien namelijk. Google geeft je echt superveel data van wie er op je kanaal kijkt en zo en welke mensen geabonneerd zijn en wie niet. Best wel mooi. Maar ja. Ja, ik heb nu dropshot aangezet. Doe ik potje nou wel even normaal. Ja, er komt ook zoiets nieuws met events en zo. Bij de nieuwe update. Ik heb er best wel zin in. Crates farmen en dan verkopen. Nou ja, weet je. Het
Punt is, de eerste paar dagen zijn die crates altijd hartstikke duur. Dan zijn de... yeah, sure. But you can just join, because this is a private match. But I'm not gonna buy any of the new crates. I mean, I'll just farm them myself. There's really no point, because after a few days they'll be worth next to nothing. Ja, maar dat is zo nog best redelijk, drie crates per één keer. Nee, update is vanavond om 11 uur pas. But Somar, do you want to trade or do you want to join the game? Varelux, nou, niet echt. Zeg maar alleen als ik hem heel goedkoop kan krijgen. Okay, well, I was actually planning on playing a couple more rounds, but we could trade later if you want. I'll just do a round of regular Rocket League after this, and then I'll invite you for a trade. You know, typical. Typical. Hey! Are you typical TDS with a new username, by any chance? Oh man, that's shitty. How would I help you out? Because I don't have like any decent items and I can't really give you anything. Oh, my items are crappy. Man, I wish I had titanium white sambas and 20xx's and all that shit. So no, I do have a giveaway for the Crimson Sentio coming up. So you could join that if you want. Can't promise you'll win, but you know, everyone gets a chance. So if you want to join the giveaway, just go to this link. Oops, wrong link. Damn it. Oh, this is. Sorry. Nope, updates vanavond bij 11 uur pas, helaas. Ja, sorry, ik verpest het ook een beetje. Dat was helemaal niet de bedoeling, ik wou een andere link neerzetten namelijk. Ik wist niet dat ik deze nog onder Ctrl-C, Ctrl-V had. Kijk, deze moet het natuurlijk zijn. Dat is de giveaway. Ja, 11 uur 's avonds, ja. Niet 11 uur 's ochtends. Dat is al geweest. Dammit. Ah, dat is jammer.
Vanavond, 11 uur. Yep. Matig, hè? Ik had ook gehoopt dat hij er nu al zou zijn. Zo, we worden ook wel ingemaakt in dropshots, joh. Ja, 11 uur 's avonds. Geen grap, man. 8 keys? Hoe koop je brood? Waarom zou je 8 keys kopen? Ik bedoel, die dingen gaan toch per 1 of per 5? Dus dan koop je er toch gewoon 10. Want eentje kost 1,50. Vuurwerk? Nou, die hoef ik eigenlijk niet zo nodig. Okay, one last round before before it's time to trade. Ja, maar waarom koop je dan niet gewoon 10 voor 10 euro in plaats van 8 voor 9,50 euro? Ja, morgen jarig, Max. Cool, man. It's about 7.5 more hours until the update. Yeah, 11 o'clock European time. It's three, 3:30 here now, so. Eleven o'clock in the Netherlands. But it's 3:30 here now, so it's 7.5 more hours. What time is it where you are? Oh shit. Nou, ik denk niet dat er iemand Crimson Unicorn gaat kopen voor 2 keys, hoor. Oké, cool, cool. Ja, dat zou ik er ook doen in Ierland. Ik bedoel, het heeft helemaal geen zin om zo 8 keys te gaan kopen voor 9,5 euro of zo. Oké. Dat is matig. Wat heb je met de rest gedaan dan? Je krijgt ook gewoon, je krijgt in ieder geval gewoon random items die droppen. Well, crates en toppers en zo.
Nou, weet je wat? Als je nou gewoon vanavond laat of morgen wat van die kratjes verzamelt, dan kan je die toch wel ruilen. Wil je zelfs wel items ruilen voor kratjes dan eventueel? Ja, weet je, de eerste dagen dat die nieuwe crates uit zijn, zijn ze echt wel iets van meer als een key per stuk waard. In de eerste dag kan je er waarschijnlijk wel 2 of 3 keys voor krijgen. Ja, Bob. Oh nee, ik zeg het hardop. Nee! Dat is jammer zeg. Ja, ga jij eens de eerste dag kopen voor 4 tot 5 dan? Kom ik aan het einde van de dag wel even bij je livestreamers, dan verkoop ik ze wel aan jou voor 4 keys per stuk. No thank you. Nee, omdat ze dat niet waard zijn, kerel. Dat snap je toch zelf ook wel. Ik bedoel, de eerste paar uur zullen er vast wel mensen zijn die zeggen van ja, ik wil ze zo graag hebben dat ik er een paar keys voor geef. Maar na zeg maar een halve dag, dus morgenochtend ongeveer, zijn er al gewoon heel veel kratten. En dan worden ze al veel minder waard. Ja, ik heb gewoon wat items verkocht zodat ik nou keys heb, dus als ik kratjes krijg ga ik ze openen. Lekker crate opening video halen. Ja, 2 of 3 is eerst een paar uur wel te doen. Ja, dat is hartstikke tof natuurlijk, livestreamers, maar je snapt wel dat voordat die mensen drie kratjes verzameld hebben, ben je gewoon 2, 3 dagen verder hoor. En je moet echt heel veel potjes spelen voordat je een keer een crate drop krijgt. En zelfs als je een crate drop krijgt, is er nog maar kans van 1 op 4, hè. Want je kan die nieuwe crate krijgen, maar je kan ook gewoon een Nitro crate krijgen. En je kan ook gewoon een PlayStation crate krijgen. En je kan ook gewoon een Turbo crate krijgen. Of een Overdrive crate. Ja, met die events. Ik heb er nog niet echt zo naar gekeken, maar. Nou, zullen we dan nou maar even gaan traden? Is nog niet in de party. Trouwens mensen, ik ben nog steeds op zoek naar very rare boosts voor mijn trade-up video. Dus als iemand iemand zin heeft om mij die te doneren of te ruilen of zo, ben zou ik wel super blij zijn. Momentje hoor. Huh? Oké, dan niet.
Oké. Nee. Hey, spreek later, Max. Hey, didn't we trade before? I think we've already traded before, and I didn't have anything you wanted, so. The only thing I'm looking for are very rare boosts. Dat kan je helemaal niet voorspellen, livestreamers. Ja, kijk, je kan in het algemeen zeggen dat de meeste items uit voorgaande kisten gaan droppen. Een beetje. Maar het kan best zijn dat de nieuwe gold explosies bijvoorbeeld heel lelijk zijn. Dan gaat iedereen alsnog voor de Hellfire. Welke auto zou ik gebruiken? Ja, oké, maar wat ik bedoel is, je kan niet voorspellen of andere mensen dat ook mooi vinden. Er is geen enkele manier om de toekomstige waarde van een item te voorspellen. Gewoon niet. Ik zou ook wel groene wielen moeten hebben. En wat rare boost. Waarom is er niemand met rare boost? Ik bedoel, hebben jullie nou serieus al die dingen getrade up of verkocht? Ben ik hier weer allemaal veel te laat mee? 22, dat is echt te weinig. Dingen kopen in de update. Ja, ik weet niet. Ik wil gewoon. Ja, ik hoef helemaal niet zo nodig dingen te kopen eigenlijk. Ik wil gewoon. Wat als ik die crates krijg, wil ik ze gewoon kunnen openen. Daarom heb ik dan wat keys geregeld. Ik heb nog 16, 17 of zo. Maza. Keys droppen niet. Nee, die blijven altijd één key waard, hè? Maar als de items meer waard worden, kost die ze wel meer keys. Dan zijn je keys relatief gezien natuurlijk alsnog gedropt. Thank you.
Niet omlaag. Niet gaat niet omlaag. Waarom zou niet omlaag gaan? Ja, zeg maar wat je ervoor wil, Ryan. Nou, liever niet. Ik heb eigenlijk liever dat je gewoon vraagt, van dit en dit. Oké. Kijk, dat kan ik wel doen. Tora en de roulette. Ik denk dat het eigenlijk nog een beetje een matige offer is voor mij. Ja, dat is te weinig. Volgens mij is die roulette maar 3 tot 4. Nou, groene SLK's bij zo. Maar nou, maakt niet uit. Is goed man, hier dan. Easy to be. Hi. Oké.
Een momentje hoor. Nee maar, give me one second bro. I just need to customize my car. I will kick you if you keep inviting me bro. What the hell? I mean... Well, whatever. Oh, this looks so much better. I'll just put the loopers on this one. German, ja, ik kan daar een beetje Duits reden, maar het is voor mij zeer zwaar. Ik möchte gerne in Engels spreken. Nope, updates vanavond om 11 uur pas, man. Nope, helaas, End Warrior. Kan ik keys krijgen? Hoezo? Op Steam? Nee hoor, dit is PS4. Ik heb al genoeg centio's joh, moet je zien. Hoef ik echt niet. Oh, Simone, ik had je nog niet geïnviteerd. Zal ik zo even doen. Nothing to something. Ja, ik heb dat een keer gedaan al. Dat was echt best wel mooi. Ik gewoon in één dag had ik was ik van volgens mij gewoon een sticker, echt gewoon zo'n rare decal, zeg maar, naar twee painted wheels gegaan. Dat heb ik toen weggegeven. Hey Yara. Samen doen. Ja, natuurlijk, waarom niet? Nee, de update is vanavond om 11 uur pas. Mes voor overplay natuurlijk. Nou, valt ook wel mee.
Heeft dan echt niemand Very Rare Boosts? Ja, is op zich wel grappig. Dan gaan we gewoon een zo'n livestream houden. Gaan we samen iets traden? Ja. Maar we moeten het wel allebei mee eens zijn voordat we gaan traden. En dan gaan we gewoon in een party. En dan gewoon iedere keer iedereen die wil ruilen nodig gewoon bij ons uit in de party. X-mice? Xmas? Snap het niet. Ik wil eigenlijk nog wel een gekleurde, hoe heet dat? Octane hebben. Challenge? Wat voor challenge? Trouwens, mensen, als je nog niet meedoet met de giveaway voor de Sentio, ga dan even hierheen. Ja, op zich zou ik dat wel leuk vinden, maar ik wil eigenlijk dit weekend wel juist gaan spelen. Kerstboost? Oh nee, die hoef ik niet. Nee joh, ik moet Timo over me meteen een octane. Ja, Lime Octane wil ik eigenlijk niet zo graag. Maar ik denk dat ik er ook al eentje wel krijg als ik mijn dingen ga trade-uppen. Maar ik moet dit soort dingen hebben. Hearts, Frostbite, Ink. Maar best een idee, livestreamen zeg ook dat ik traden. Ja, Hexphase hoef ik ook niet. Kijk, en die Lightning. Ja, die is dan wel painted. Ik weet ook niet eens of ik die wel kan trade-uppen. Eigenlijk moet ik Bob, heb je Vida voor me? Ja, dat is best wel een idee. Gewoon hier. Donatie.
Nee, sorry, Jirritan, ik heb net jouw items al gezien. Je hebt niet echt iets waarvan ik denk van ja, dat wil ik hebben. Simone, ik zal je nog even snel inviten, maar ik moet zo dadelijk ook weer offline gaan, dus helaas. De party is vol. Sorry, beast at least. Ja, grapje, als hoe wou je dan alles verdelen als je zeg maar drie items hebt of zo? Ja, nee, dat is hartstikke omslachtig, joh. Als ik ga traden up, dan wil ik eigenlijk ook gewoon die oude items wel houden. En anders ga ik ze misschien wel weggeven of zo. Ja, dat lijkt me, ja. Nog gewoon een soort van wedstrijdje. Maar zondag? Zullen we dan zondag ja, niet te vroeg hoor. 2:30 tot 4:30 of zo? Oh. Nou, ik ben 28, ik werk niet eens. Maar goed, ik ben ook YouTube celebrity natuurlijk, hè. update is 11 uur vanavond. Eigenlijk kan je een rare boost hebben. Ja, alleen inkt, want ja, die moet ik het hebben voor de trade-offs. Ja, wel een party. Dat we bij elkaar een beetje op de hoogte kunnen houden van wat we allemaal aan het traden zijn, weet je.
Nou, ik ga er geen. Ik ga er geen wielen voor geven of zo. Ja, 2:30 tot 4:30, toch? Nee, dat is nummer 22, denk ik. Even kijken. Ja, je mag wel in de party. Maar dan moet je even je PSN geven. Mag ik Octane Snake? Wat krijg ik van jou dan, Timo? Oh, oké. Okay. Ja, joh, whatever. Je naam achterlaten. Nou, ik wil je wel inviten, maar ik weet niet wat je PSN tag is. Dus hoe moet ik je dan inviten, the boys? Oh, Plants vs Zombies, vet leuk. Ah, zal Blazekicker in ieder geval even fighten. Wat is je username op de PlayStation zodat ik je kan inviten voor de party? Kijk. Fuck. Nee, ik ben dus op zoek naar die rare boost. Ja, klopt. Hoi, Samurai boy. 21, 22, 23. Ja, dan moet ik er echt even. Je speelt op PC. Oh, maar dan kan je helemaal niet met ons traden. Wij zitten allemaal op PlayStation. Arjan, jongen, doe niet zo moeilijk tegen die jongen. Ik ga morgen ook live, ja? Beetje kijken of ik morgen wat van die nieuwe crates kan verzamelen, natuurlijk, hè? Yeah, sure, I'll speak English if you want, man. But most of my viewers are Dutch, so we usually speak in Dutch. But, you know, pretty much everyone here can speak English, and I think we will, if you ask nicely. Customize my car a bit. Nah, never mind. Kind of like this car, the green one. Joris Spijberman, maar de party is vol. Nou, goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, er is straks weer een plaats vrij in de party. Dus als er iemand als er iemand je even een invite stuurt, dan kan je er zo in. Maar het slechte nieuws is, ik ga nu weg. Want het is tijd om gehaktballen te bakken.
Nee, ik kan niet inviten, want de party is vol. Maar ik ga eruit. Dus een van die andere mensen hier kan je wel inviten zodra ik eruit ben. Dus bedankt voor het kijken. Doe even mee met giveaway nog, als je dat nog niet doet. Je kan een Crimson Sentio winnen, dus dat is best wel redelijk tof. En voor de rest, ja, bedankt voor het kijken en tot. Nou, of tot morgen. Of, ik denk dat ik vannacht ook nog even ga spelen. Gewoon om wat crates te verzamelen. Maar reken er maar niet op. Reken er ook maar niet op dat ik dan per se nuchter ben of zo. Dus, ja, ik spreek jullie morgen wel weer. Hey, later.